En we besluiten het binnenlands nieuws vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot morgen 10 november. Aan het begin van de avond is er nog een bui mogelijk in het westen. Voor de rest van de avond en nacht blijft het droog. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgen gedurende de middag wordt het lokaal tijdelijk bewolkt, soms met een bui. Er is een kleine kans op een onweersbui, variërend uit het zuidoosten tot noordoosten, met windsnelheden die oplopen tot 25 km per uur. Lokaal is het tijdelijk winderig, mogelijk ook met windstoten, vooral in het kustgebied, met toename tot maximaal 45 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 37 graden Celsius. Lokaal wordt het winderig, mogelijk ook met windstoten. En dit waren de binnenlandse berichten in het journaal.